Oussama Idrissi heeft na een mooie week bij Jong Oranje de knop snel weer omgezet. Want zondag wacht alweer de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Je komt terug, je gaat weer trainen. Je hebt een hele week tijd om de focus te leggen op Vitesse. Per training probeer gewoon goed te trainen en dan met z'n allen te werken naar Vitesse. Hoe is het gevoel? Ja, goed gevoel. We hebben goed getraind, denk ik. Ik denk dat het weer tijd is om te gaan winnen. Na de Interlandweek gaat de selectie met een fris gevoel naar de ontmoeting tegen Vitesse. Ja, dan kom je weer bij elkaar. Dan is iedereen weer fris in zijn koppie. Iedereen is weer fit als het goed is. En dan kan je met een schone lei eigenlijk beginnen aan de week. En dan uiteindelijk hopen we als beloning de 3 punten te gaan pakken. Ik kan niet ontkennen, de laatste weken waren natuurlijk wel wat zwaar. Je verloor. We praten er niet meer over, maar er waren wat dingen gebeurd. Dat was toch wel een... mindere periode, omdat je ook de resultaten waren niet wat het moesten zijn. Dus je komt wel weer vol energie, kom je terug en vol goede moed we gaan er wat van maken. Wat heeft een goed gevoel voor komende zondag? Nou, ik ben er zelf niet bij geweest, maar sowieso vorige week dat we getraind hebben, heb ik signalen gehoord dat er heel goed getraind is. Deze week hebben ze die lijn doorgezet en... Dat geeft veel vertrouwen. De wedstrijd tegen Heracles had ik eigenlijk het minste te doen van alle wedstrijden die we gespeeld hebben überhaupt. Dat in een uitwedstrijd. Dus dat zijn allemaal signalen dat we op de goede weg zijn.